weer bij een nieuwe video van Mala moet wolven rijden. We gaan zo meteen met Wolf zijn avondwandeling doen. En dan hopen we dat hij een beetje zin in heeft. Het is nog niet zo is dat we toen de hele tijd mee sturen en daar hebben we allemaal geen zin in. Dus ja, dat ga ik nu voor jullie filmen. En daar gaan we. Waar gaan we naartoe, Lisa? We gaan via de herder en dan naar het speeltuintje, dat is leuk. Ja? Ja. Kom maar, dat lijkt me een leuke route. Nee, het is niet hetzelfde. Kom op. Kip? Nee. Nee. Nou, Wolf is daar. En daar, in dat huis, woont een herder en die blaft en die gromt als Wolf voorbij komt. Kom op. Dus we gaan zo even kijken wat er gebeurt. Bah. En Wolf mag niet zo aan een paddenstoel eten. Wolf. Want heeft hij dus van gegeten en het begon een beetje diep te ventileren net. Dus ja. Kom. Maar we gaan wel even kijken zijn reactie op de herder zo meteen. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Wiehie. Sorry voor het onscherpe beeld nu. Hier woont die herder. Daar is hij hoor. Hallo. Doei. Hier is Wolfie. Hallo. Nou, we waren dus net op tijd voordat de herder Wolf ging aanvallen, wat ook ging doen. Goed zo. Nou, dat was dus de herder. Witte herder. Kip! Hallo Wolf. Goed zo, Wolf. Goed zo. Goed zo. Hiel. Hiel. Pas erop. Hiel. Goed zo. Hiel. Hiel. Wolf is nog niet heel erg groot. Hiel. Komt... Hiel. Ja, niet heel groot. Goed zo. Goed zo. We zijn nu op de Bessemerweg. Kom op! Hij hoort muziek van eindexamenfeesten. Ja. Kijk juist ook dat uitzicht, dat is gewoon zo uitgestrekt. Prachtig, hè? Ja. Wolf! Er komt een auto aan. Je gaat steeds delen. Wolf, kom. Wolf, kom. 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 Zit. 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 Auto. Goed zo. Goed zo. Maar dat was een ambulance. Ja, een dierenambulance. Dat was goed. Maar dan moest hij echt goed opletten. Goed zo. Kom. Hallo. Kom eens. Nee, oké. Hij gaat naar die speeltuin, die vindt hij leuk. Trouwens, sorry als het niet zo goed te zien is op het beeld. Wat hij precies doet. De flits werkt niet heel goed. Volgens mij is hij naar die jongste gegaan. Ja, ze hebben hem gezien. Ze grokken zich dood. Dat is lief, hè? Schok maar, nee, eerst echt.
Hij is nog klein. Ga je nog groeien? Ja. Hij wordt drie keer zo groot. Hij is jongen. Een jongen. 15 weken is hij. Hoe lang gaat hij nog leven? 8 jaar of zo, toch? 13 jaar zo. Papa, hij is nog een beest. Mooi hond. Dat is een mooi hondje. Ja, ook een hond kan bij. Hij eet iets. Ik kan het niet meer aan Doberman halen. Nee, nee, hij heeft het niet. Hij haalt hem even weg. Nee, hij is helemaal niet. 15 weken voor Hey, ja. Kom maar jongen, Wolf, kom! Kom maar! Ja tuurlijk, het is jongen. Hij zit te snuffelen. Hey, Sepp! Ga eens iets spaars spelen. Wolf! Wolf, hier kom! Dit is de dochter. Kom maar! Kom maar! Daar komt ie. Hij wordt afgeleid. Hij wordt al half afgeleid. Kom maar. Ze dachten dat het een echte wolf was. Kom maar. Goed zo. Ik vond het wel grappig. Goed zo. Ze hadden echt zo van... Ja. Ze hadden zo van, eeuw, wat is dat? Het is een wolf. Nee, het is een soort husky of zo. Dat vond je wel grappig. Ja, ik denk dat dat wel grappig. Ja. Een van die meisjes... Hier af en toe, ja. Hè? Een van die meisjes die had van, eeuw, haal hem weg of zo. Nee, hij zit aan het snuffelen. Ja. Die oogjes van hem. Goed zo. Goed zo, jongen. Ik vind het wel raar dat ze schrokken van een... Nou, we zijn dan weer thuis. Hier heb je wat beter beeld. En sorry voor al die stukjes hard, maar daar kon ik zelf ook niet echt veel aan doen. Hé, hey, Wolfie! Hallo! It's me. It's a Mario. Oké, dat is wel ergens van. Wolf, kijk eens naar die camera. Hallo. Hallo. Oké, vind ik net een beetje verwend. En ik zag mijn moeder. Dus ja, dat was het wandelen met Wolf. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, vooral het stuk in de speeltuin. Dat is al het leukst. Dus ja, tot volgende week. Doei.